Surprise, surprise! Daar is ze weer, jullie YouTube-vriendin. Die zich beseft dat ze veel te lang niks van zich heeft laten horen. Die nu ze jullie weer onder ogen komt, in één keer een soort schuldgevoel heeft. Omdat ze te druk bezig was met zichzelf. It's me, I'm back! Kan jullie één ding vertellen? Bovenaan mijn lijstje voor goede voornemens van 2024 staat meer YouTube-filmpjes uploaden. Die zitten nu eventjes hardop in mijn brainstorm. Maar ik denk dat ik daar Femke voor moet gaan vragen of ze me kan helpen met de edits. Want ik val een beetje door de mand de afgelopen tijd. Ik vind het moeilijk. Om de tijd te verdelen tussen alle dingen die ik wil doen. Goed, daar kopen jullie natuurlijk helemaal niks voor. Maar met alles rondom de vrouw Mimo wat erbij is gekomen dit jaar. En de show die we hebben gedaan aan het einde van het jaar. En TikTok en Snapchat en Instagram. Ik heb nog niet helemaal de oplossing gevonden van hoe ik mijn aandacht over deze platformen verdeel. Staat ook op mijn lijstje voor volgend jaar hoor. Komt allemaal goed. Het voelt een beetje alsof ik aan het jong leren ben. En dan gooi ik zo bal richting TikTok. En dan ga ik die kant op om hem op te vangen. En dan vervolgens vallen alle andere ballen die ik ook in de lucht heb gegooid, die vallen dan op de grond. Soms dan denk ik, oh, ik ga nu lekker op TikTok. En dan denk ik, oh ja, maar ik heb ook nog een YouTube kanaal. Kan allemaal een stuk efficiënter, maar daar ga ik jullie niet over vervelen. Maar weet wel, als je dus eventjes niks van me hoort hier op YouTube, dan ben ik alsnog wel ergens anders te vinden. Dus of met de podcast elke week, of op Snapchat post ik nu elke dag. Op Instagram, TikTok dus. En praatjes vullen natuurlijk geen gaatjes. Want ik heb nog niet echt heel erg veel gedaan aan mijn project wat ik wil gaan opstarten. Mijn podcast. Mijn eigen podcast. Maar ik had het er met Iris over en die zei, waarom zet je het niet gewoon op YouTube? Ook op YouTube. Dus niet alleen maar op Spotify, maar ook op YouTube. Want je mensen zijn daar. Dus zet het lekker ook daar. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Dus in het beste geval, als ik het allemaal weet te fixen voor mezelf allemaal, naast deze reactievideo's, ook elke week een podcast aflevering op YouTube. Dus, nou goed, genoeg over mezelf. Ik wilde zeggen dat ik hoop dat het goed met jullie gaat. Dat ik me ook kan voorstellen dat de feestdagen om wat voor reden dan ook misschien pittig zijn geweest. In mijn persoonlijke situatie leggen de feestdagen best wel een beetje een soort van de wonden bloot. Binnen mijn familie, gezin. Ja, dus I feel you. Dus als je naar alle lachende, stralende foto's hebt gekeken op Instagram en bij jezelf denkt, oh, nou, daar kan ik me niet echt in herkennen. Weet dat je niet alleen bent. Goed, om mijn goede voornemen om meer video's te maken in het nieuwe jaar alvast gewoon een beetje daarmee te beginnen, heb ik vandaag weer een video voor jullie. En ik ga reageren op Lang Leven de Liefde. Dat is alweer een tijdje geleden. Ik heb het programma ook al een tijdje niet meer gezien. Maar het was laatst op tv en ik zat het te kijken. Maar toen was er zo'n leuk en geinig koppel dat ik echt dacht bij mezelf, hier ga ik een filmpje over maken. Nou, tussen dat moment dat dat idee kwam en dat ik nu dit aan het filmen ben, is er een maand eroverheen gegaan. Maar ik ga het gewoon alsnog doen. Dus in deze aflevering bespreek ik de date van Priscilla en Tim. Voordat ik ga beginnen met reageren, laat me vandaag eventjes in de comments weten wat je vindt van deze aflevering. En of jij van tevoren had gedacht of het wel of niet zou matchen. En houd het een beetje vriendelijk. Dit is Priscilla. Zij is 35 jaar, woont in Utrecht en is lekker bezig als zorgmedewerker. We gaan ze leren kennen en we beginnen met Priscilla. En Priscilla, die heeft niet de minste eisen. Ik ben altijd eens kind geweest. Ik heb natuurlijk altijd alle aandacht gehad. Ik vind het wel fijn als mijn vriend mij ook de aandacht geeft. En ik ook laat zien dat ik de enige voor hem ben. Ik wil echt een beetje als een prinsesje behandeld worden. De man die ik zoek, die moet in ieder geval langer zijn dan mij. Dus het liefst rond de 1,80. Ik vind ogen heel sexy bij een man. Ja, dus iedereen zonder ogen even bij de muur gaan staan. Alsjeblieft, jullie kunnen helaas niet meedoen. Moet wel goed figuur hebben. Verzorgd eruit zien. Eerlijk, lief, vrolijk. En een jongen die wel onafhankelijk is. Dus ook een auto, een baan, een huis heeft. Oké, dus een volwassen man die zijn zaakjes op orde heeft. Met ogen. Eens even kijken wat de programmamakers voor ons in petto hebben vandaag. Gelukkig is Tim hier niet naartoe komen lopen met zijn koffertje. En die mooie bloemen exporteert hij voor zijn werk. Dus so far so good. En dan heeft deze 33-jarige vrijgezel uit Aalsmeerdebrug ook nog het nodige veldonderzoek gedaan. Aalsmeerdebrug, oh my god. Nou, dit komt wel in één keer heel erg dichtbij. Want ik kom uit Kudelstaart. En Kudelstaart ligt naast Aalsmeer. En Aalsmeer ligt naast Aalsmeerdebrug. En mijn oma heeft even gewoond in Aalsmeerdebrug. Dus technisch gezien komen we uit hetzelfde dorp. Ik hou wel van daten. Ik date ook met regelmaat. Ik hou wel van afspreken, met onbekenden, met nieuwe mensen leren kennen. Leuk. Wat verwacht jij ervan, Timothy? Mijn droomvrouw, dat is een vrouwelijke vrouw. Het liefst blond, kleiner dan ik. Niet al te fors. Het valt me dus wel vaker op, hè, in dit programma, dat er echt helemaal niemand is die er maar een seconde over nadenkt om misschien iets van een sociaal wenselijk antwoord te geven. Helemaal niemand die bij zichzelf denkt, nou, misschien is dat niet zo heel erg leuk om te zeggen. Helemaal niemand. Ik hou wel van billen, dus als er een goede set billen op zit, dan
ben ik happy. Ze mag dus niet te fors zijn, maar ze moet wel een goede kont hebben. Daarover, Tim. Het spek moet wel ergens vandaan komen, hè? Tim komt niet zonder lege handen binnen. Ik heb bloemen voor je meegenomen. Oh. Ik werk in de bloemen. Oh ja, die is... heb mijn zus heb een briefje erbij gezet. Ik heb geen idee wat het is. Dus ik vind het best wel... Dat vind ik nog het spannendste, denk ik. Dat ik mij heb geschreven inderdaad. De zus van Tim kent Tim al wat langer dan vandaag. En... Wow. Ze met een hele tekst. Zo, nou. En ze probeert van een afstandje vast aan damage control te doen. Hoi, ik wil je graag mijn broertje voorstellen. Dit omdat Tim niet echt een open boek is. Tim is onze jongste. Hij heeft 3 oudere zussen. Het gevaar. Oh, het gevaar erin is dat Tim lichtelijk verwend is. Oh, ik ook, mijn ouders. Tim kan vrij direct zijn. Hier kunnen vrouwen op afschrikken. Maar als je daar maar denkt, komt wel goed, schatje. En naast je neerlegt, komt het ook wel goed. Hij zoekt iemand dus die direct is, lief en geduld heeft. Maar bovenal iemand die kan lachen om zijn grappen. Als jij dat bent, dan zullen we je vast ontmoeten. Groetjes. Marolijn, zus van Tim. Ja, het is inderdaad altijd wel handig om van tevoren eventjes de handleiding te lezen. En daar heeft dus Lief voor gezorgd. Is het ook zo wat Sam schrijft? Ja. Oh, ja, oké. Ik heb ook wat voor je. Ik heb dit wel zelf geregeld, dus ik hoop dat je het wat vindt. Een kaasplankje met 2 biertjes. Ik hoop dat je daarvan houdt. Ik vind het altijd heel gezellig om op de bank of lekker met vrienden altijd een kaasplankje met een drankje erbij. Ik ben zelf niet zo van de kaas. Oh. Maar het... Kan ook op toastje. Dan blijft het nog steeds wel echt kaas, maar bedankt voor het meedenken. Daarom. Hoe oud ben je als ik vraag me? Ik ben 35. 35. En jij? Hoe oud schat je me? Ik denk 17. Dat is altijd een leuke vraag. Oh, dat is heel gemeen. Ik denk dat je iets jonger dan mij bent. Ondanks dat Priscilla natuurlijk nu al alles weet van Tim wegens de kaart van zijn zus, gaan ze alsnog een spelletje doen om elkaar beter te leren kennen. Maak je liever een strandwandeling of spring je liever uit een vliegtuig? Strandwandeling. Ik heb echt de hoogtevrees. Ja, maar ik ben best wel een romantisch type, dus... Oh, echt? Ja, ik hou van romantiek. Ja, en jezelf uit een vliegtuig gooien is toch net even wat minder romantisch, weet je? Moet je van tevoren weer al die doodsangsten doorstaan? Ben ik de persoon op wie jij hoopte? Zo ja of zo nee, leg uit. Ja, in het grote deel wel. Okay. In ieder geval wel gezellig en je vraagt tenminste. Je bent tenminste wel nieuwsgierig. Ik was heel erg bang dat ik iemand zou krijgen, dat mijn oog bij iemand afschrikt. Daar ben ik heel bang voor. Ja? Ja. Maar... Zou je er doorheen kunnen kijken? Ik ken je nog niet zo... Maar qua uiterlijk zou je dat doen. dat moet blijken. Moet blijken, ja. Maar het is niet een afkeer dat je het gelijk afknapt of zo? Nee, niet persoonlijk. Oké. Okay. Zo, 1, 2, 3. Oké. Okay. Heel erg veel woorden en ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat hij nou bedoelt. Maar dat zei zijn zus natuurlijk ook van tevoren, dat het niet echt een open boek was. Dus we gaan het zien. Beoordeel de billen van je date. Het doen durf en de waar... Doen. Remix. Doen durf of de waarheid gehalte wordt steeds hoger. Ik jij hebt achter mij gelopen, maar ik nog niet achter jou. Dus mag even een rondje draaien voor mij. Oh jee, zal ik een rondje voor je draaien? Ja. Nou... Even je broek omhalen. Je zakt altijd af. Nou. Ja, goed. Ja, je hele figuur is... Ik ga vallen op het lampje, jongens. Ze zijn de billen ook automatisch. Prima. En mijn billen? Ik heb er nog niet naar gekeken. Nee. Oh. Ja, kijk hem glunderen. Ben je billen of borsten, man? Dan billen. Volgens mij is hij een billenman, want ze heeft haar vraag nog niet afgerond. Billen. Of hij geeft het antwoord al. Laat zien hoe jij met jouw lichaam flirt. Poeh. Ah. Wist je dat ik geen flirt ben? Wij hadden geen idee. Pris gooit er even een eigen vraagje doorheen. Oh ja, hoe denk jij over slapen? Laat ik het aan jou vragen. Hoe denk jij over slapen? Pris, die wil wel hoor. Wat is het gekste wat je hebt gedaan in jouw leven? Watertank met een militair. Wat? We bedoelden eigenlijk in je leven, Priscilla. Niet per se in je slaapkamer, maar nu je toch bezig bent, spill the tea. We zijn één en al oor. In een militaire baas met militair in een 9-watertank gedaan. Nou, dit was dan denk ik in de tijd dat ze nog niet zo ontzettend aan het bezuinigen waren op defensie.
Oké. Ja. Leuk. Ja, Tim, dit was een geval dat je had je bij moeten zijn. En jij? In een zwembad op Griekenland. En dat op de binnenkant van je deur een kaartje stond met niet zwemmen na 9 uur. Priscilla, die heeft zich in een watertank door een militair uit elkaar laten trekken. Wat op zich een belevenis is waar ik me ook wel voor zou willen aanmelden. En Tim, die is ook het water in geweest, het zwembad wel te verstaan, in Griekenland. En dan wel na 9 uur 's avonds. En jullie hebben gezond na 9 uur. En wij zaten om 9:30, 10 uur zaten erin. Oh nee. Je liegt! En? Dat blijkt nog wel. Ja, dat zijn toch wel bepaalde dingen wat dan bij je blijft. Zo zoet. Zo zoet. Af en toe vind ik het wel leuk, wel heerlijk om het soort van te teasen, weet je wel. Beetje zo dat als je dan zeg maar nu zeg maar een brave meid bent, dan duw ik je niet om 9:05 het zwembad in terwijl dat niet mag. Beetje zo denk ik dan. Van... Oh, dat kan ik heel goed hoor, jongen. Oh, Pris, spicy. Wie van ons maakt de eerste move? Waarom denk je dat? Ik denk jij. Ikke? Ja. Bij jou. Dat... En waarom denk je dat? Ik was een keer op de tweede rij wil zitten, gewoon een beetje. Ja, dat ik het werk moet doen. Maar waarom eigenlijk? Waarom denk je dat ik dat? Waarom ik dat? Waarom? Dat weet ik, dat denk ik op dit moment, hè? Ik denk het ook. Stel dat ik een move maak dat ik jou zou zoenen, zou je mee zoenen? Als dit geen wiepen wordt vanavond, dan weet ik het ook niet meer. De seksuele spanning spat van het scherm af. Dat moet op het moment liggen. Ik zou aanraken, zou je dan ook aanraken als ik een arm mis of zo? Zou je dat ook een arm mee slaan? Priscilla is waarschijnlijk het allerspannendste wat Tim in lange tijd is overkomen. Tim daarentegen... Je moet niet alles blootgeven gelijk. ...geeft, zoals zijn zus net al aan ons had verteld, niet al te veel bloot. En daarom is Priscilla een beetje onzeker geworden. Hey Priscilla. Hey, wijfie. Ik vind het echt moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ja, vind je het moeilijk? Ik vind het heel moeilijk. Hartstikke leuke jongen, hartstikke lief. Ik heb een hele mooie bos rozen gekregen en bonbons. En ze had een kaart naar me geschreven. Alleen ja, hij maakt geen move. Nee, het is nog ook nog de avond, het is nog jong. Ja, maar hij zegt, ik neem zijn initiatief. Nou, we zijn naar dan twee poelen, die vragenlijst. En toen stond er een vragenlijst van wie maakt de eerste move? Toen zei hij, ik denk jij. Ik zeg, ik, ja. Ik zeg, oké, stel dat ik je zou zoenen. Ik zeg, stel. Ik zeg, zou je ermee zoenen? Jij ligt aan het moment en denk van, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Ik ben gewoon heel erg bang om een blauwtje te lopen. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ga gewoon zo meteen, trek lekker je bikini aan. Ga je lekker in die bubbelbad. Ga en dan? Lekker gewoon in dat momentje van het bubbelbad. Ja. Tast hem aan, voel hem aan. Voel even de sfeer aan, hoe het is. Kijk hoe die naar je kijkt. En misschien maakt hij dan wel die move. Ja, wie weet. Ga gewoon zo meteen even lekker gezellig eten met z'n tweetjes. Maar ik heb helemaal geen honger hierdoor. Het hele gebeuren. Pff, jongen. Ik val in mijn buik gewoon van de zenuwen, weet je dat? Het komt allemaal wel goed, joh. Dat zeg ik. Je bent gewoon een beetje overweldigend van alles ja. Wat er gebeurt. Maar geef hem gewoon hintjes. Maakt hij wel een move, wie weet. Misschien is wel, je hoort hem toch. In ieder geval bedankt dat ik even kon bellen. Ja. Oké, is goed. Fijne avond. Veel plezier. Dank je. Doei. Priscilla, maak je alsjeblieft niet zo druk. Je bent een schat. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Maar hoe vind jij het tot nu toe gaan? Ik denk dat ik meer de klik voel dan jij de klik voelt, denk ik. Ik vind dat ik meer flirt dan jij met mij flirt. Nou, ze is wel eerlijk. Tim is ook even aan het uitzoeken of er nog gescoord gaat worden vanavond. Zou je op me kunnen vallen? Laten we het zo zeggen. Als je mij in de kroeg tegen zou komen, zou ik opvallen tussen al die andere jagers? Ja. Ja? Ja? Maar zou ik opvallen? Tussen al die andere jagers. Zal ik het even gelijk zeggen wat jij zei, hoe jij het zei? Mijn vrouw zijn geen jagers, hè? Dus een man moet dat doen. Oké, nou, zou ik dan opvallen tussen al de prooien? Ja, weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Oké, dan zou ik het anders zeggen. Zou je op hem kunnen vallen? Nou, Tim, doe jij vooral eventjes je best om vooral geen sociaal wenselijk antwoord te geven op dit moment? Even vragen. Ja. Even kijken, zou ik op je kunnen vallen? Uh,
Ja en nee. Oh, nee. Ja en nee. Het is net... Oké, en waarom wel en waarom niet? Hier heb je het wel zelf naar gemaakt met je vage antwoorden hoor, Timothy. Oh jee, ik krijg... Kan ik misschien beter peilen. Ik wil het wel graag weten. Ja, dat weet ik niet. Of ik op je zou kunnen vallen. Wel of niet? Dat weet ik niet. Eerst zeg je ja en nee en nu weet je het niet. Zeg het, ja. Ja en nee klinkt voor mij wel enorm als ik weet het niet. Maar ja, ik snap dat ze er niks mee kan. Het programma werpt continu kansen in de schoten van deze twee mensen om het vuur een beetje aan te wakkeren. En Priscilla die pakt ze met beide handen aan. Wat zou jij nu graag met mij in bed willen doen? Even lezen. Ja, heerlijk onbevangen toch, dit? Ja? Ja. Tim, die zit in de tussentijd echt eventjes helemaal op een andere planeet. Oké. Jij? Slapen. Nou, ze kreeg natuurlijk net niet echt antwoord, dus ze vraagt het maar nog een keertje. Doe jij ja? Acht. Niet per se. Oh, oké. Okay. Maar het is niet dat ik van je weg duins. Ah, jeetje. Dat scheelt. Ik denk oprecht dat hij daar zit in dat bad en bij zichzelf denkt, nou, dat was een mooi en eerlijk antwoord. En ik moet zeggen, deze aflevering is voor mij best wel een spiegel. Want ik zit dit zo te kijken. En nou ja, goed, die antwoorden die hij geeft, ja, ik moet daar dan een beetje om lachen. Dat ik denk, kan je even een beetje dat wat tactischer zeggen? En dan denk ik van, nee, maar hoezo moet hij dat eigenlijk tactischer zeggen als dit zijn mening is? En hij voelt dit zo. Waarom zou hij dan moeten doen alsof hij haar wel aantrekkelijk vindt? Als zij vraagt, vind je mij aantrekkelijk? En hij vindt dat niet. En hij zegt, nee ja, niet echt eigenlijk. Ja, dat is dan toch eigenlijk waanzinnig dat je dat gewoon zegt. En dan denk ik, nou ja, misschien moet ik dit ook in mijn achterhoofd houden wanneer ik weer helemaal sociaal wenselijk zit te wezen. Want daar heb je eigenlijk alleen maar jezelf mee. Eerlijkheid duurt het langst. Het gesprek gaat toch al snel wel een wat spannendere kant op. Liever geknuffeld of geschimmeld worden? Geschimmeld worden. Af en toe vind ik dat lekkerder dan seks. Ben je van het voorspel of... Ja? Hey Tim, ben jij je ervan bewust dat je deze vraag aan een vrouw stelt? Ben je van het voorspel, zegt hij, alsof hij vraagt. Hou jij ook van lekker eten? Vind jij het ook fijn als de zon schijnt? Hou je ook zo van weekend? Ik kan best een avond alleen maar voorspel doen. Oké, zo. Oh jee. Smeer jij het? Ja. Ik wil ook wel een beetje verwend worden. Ja, als we gaan kijken naar hoe hoffelijk jij je hebt opgesteld de afgelopen 12 uur. En hoe lief je bent geweest tegen Priscilla en hoeveel lieve dingen je hebt gezegd. Verdien je natuurlijk inderdaad wel echt een princess treatment. Ik zit vaak weer door te denken, man. Doordenken, ook zo'n term die ik voor het laatste keer heb gezegd toen ik op de middelbare school zat. Ja, nou goed op. Ik wil ook een keer verwend worden. Kom voor jezelf op, Tim. Of moet je dikker? Huh? Of moet je dikker erop? Dikker. Nee. Ik had niet zo van dik. Ik hou wel van dik, maar dan op andere niet op de buik, maar ergens anders. Ja, van anders. Ja. Ik moet ietsjes harder. Ietsjes. Nog harder? Ja, denk ik toch? Check even bij jullie in thuis. Maar we zijn nog steeds wel met z'n allen naar twee gourmettende mensen aan het kijken, toch? Ik weet niet, begon even te twijfelen of ik misschien een ander tabblaadje had opengezet. Wordt het een beetje gezellig vandaag? Ja hoor. Het moment van de waarheid hoor jongens, ze liggen bij elkaar in bed. Zullen ze twijfelen met verlengen of niet? Gewoon heel eerlijk. Priscilla, die stelt de grote vraag nog een keer. Dan ga ik toch die ene vraag stellen. Ben ik het type waar je op zou kunnen vallen? Innerlijk? Zeker. Uiterlijk niet? Ik zou niet. Het heeft met het oog te maken, of niet? Och, meisje. Dat vind ik verdrietig dat ze dat zegt. Ik ga eruit. Oké. Je ziet de volgende ochtend dat ze het er moeilijk mee heeft. En Tim? Die weet het gewoon allemaal even niet. Maar... daar hadden we ook niks anders van verwacht.
Het is tijd voor de eindevaluatie. En Tim, die weet het niet. Maar wat is dan qua uiterlijk niet goed aan mij? Ja, ik weet het niet. Ik heb wel ook mijn best gedaan om het te onderzoeken. Nou, Tim, dat is niet helemaal overgekomen op tv, maar maakt niet uit. Want je hebt alle recht om het niet te voelen. Dus als je het niet voelt, dan voel je het niet. Jammer, maar helaas. Ik heb ook besloten om niet te verlengen. Wat vind jij ervan, Prins? Ja, dat heb ik ook gevoeld. Dus daarom heb ik ook besloten om niet te verlengen. Ach, gos. Nou, geen happy end, maar... Ja, ik had misschien ook niet gedacht dat deze twee het echt waren voor elkaar. Goed, wat vond jij ervan? Dacht jij dat het wat ging worden? Wat vond je van deze aflevering, van deze dates? Heb je ook een beetje gegicheld? Ik vond het gewoon ergens heel aandoenlijk en ontwapenend. Ik werd er gewoon blij van. Ik vond het gewoon geinig. En weet je wat ik leuk vond? Ze hadden allebei lekker het hart op hun tong. Ze hebben alles eruit gehaald. En ik heb van deze twee personen niet het gevoel dat ze zichzelf heel anders hebben voorgedaan dan dat ze waren. En daar kunnen veel mensen nog wel wat van leren. Dus ik vond het leuk. Ik vond het gewoon leuk. Goed, nou, dat was het alweer voor deze keer. Ik ga aftaaien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als het hier een beetje stil wordt, dan vind je me op Instagram, TikTok, Snapchat. Je kunt elke week naar me luisteren, naar mijn podcast. Ik wil dus zelf nog een nieuwe podcast gaan maken, maar ja, komt wel. En ja, dat was het. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot ziens. Doedels! Oh nee. Adieu!